Yo jongens en meisjes en welkom terug bij een nieuwe video. Waarom heb ik eigenlijk een maand niet geüpload? Daar ga ik direct mee beginnen. Waarom heb ik een maand niet geüpload? Ik had eigenlijk geen tijd of toch amper tijd. Want ik was met school bezig, want ik ben niet goed bezig met school. Ik was voor mijn 20 uur bezig voor de auto. Mijn privéleven heeft ook nog tijd nodig, dus ja, het ging eigenlijk niet zo goed. Dus daarom dat ik een maand niet geüpload heb, maar ik ga nu proberen dat terug op te pakken. Met school, ik had 4 buizen, ik ben daar niet trots op. Ik wil ook niet dat jullie dat gaan overpakken, dat jullie denken van, oh dat is cool, maar nee. Echt niet, want amai. Ik ga nog mogen werken, voor toch door te zijn. Ik zit in mijn laatste jaar, dus... hopelijk gaat dat beter gaan. Ik hoop ook dat de kwaliteit van het geluid beter is. Want ik heb een paar softwares gedownload en ik heb gezien welke het beste was. En deze leek me wel het beste, dus ik hoop dat deze wel redelijk goed is. Ik heb deze software al eens gebruikt voor een taak voor school. En ik hoop, dat leek redelijk goed. Maar ik zag wel een klein probleempje aan mijn... webcam een beetje achterliep, dus ik weet niet dat door die software kwam of wel, ik weet niet. Mijn 20 uur, dikke shout-out naar die rijinstructeur, want hij heeft mijn video's gekeken, dus ik weet niet dat hij het nu nog doet, maar shout-out naar hem. In mijn privéleven ging het niet zo goed. Ik ga het ook niet op tafel smijten, ik ben al iemand dat redelijk veel zegt, maar ik kan deze gewoon niet zeggen. Dat kan ik gewoon niet zeggen. Maar ik ga beloven, we komen terug. Het gaat nu wel op een trager tempo. Ik ga nog wachten met FIFA video's. Dat gaat waarschijnlijk rond januari zijn dat ik pas met die FIFA video's ga starten. Want ik ben eigenlijk nieuwe ideeën aan het bedenken voor een nieuwe carrière. Want open wordt zo een afgezaaide carrière, dus ik wil zo eens iets nieuws proberen. Formule 1 komt wel sowieso terug. Ik probeer deze week, of toch volgende week, toch al een video daarvan online te krijgen. En dan gaan we toch proberen zo 2 video's ervan op 1 week af te krijgen. Want we staan eigenlijk ver achter, aangezien ik nog een paar YouTubers volg. Waar dat ik zo bijna mee ging. Ik zat zo een race achter. Maar nu sta ik serieus wat achter. Dus ik probeerde daar eigenlijk zo wat gelijk bij te zijn. Dat is zo wat leuker. Maar het kan niet anders. Wat komt er nog? Als Marvel's Avengers uitkomt, die ga ik ook halen. Dus die komt ook sowieso op mijn YouTube kanaal. Dus FIFA 20, Formule 1, motocrosskant. Ik weet niet dat jullie dat gaan leuk vinden. Maar daar ben ik ook nog aan het bedenken van hoe dat ik het beste kan gaan doen. Want dat is mijn eerste keer dat ik zo video's ga maken. En het leek me wel leuk. En er waren toch een paar mensen bij die zeiden van, dat is iets nieuws. Eigenlijk is dat wel leuk. Zoiets iets nieuws in je kanaal brengen. Dus gewoon tof. En dan ga ik ook mijn naam veranderen. Want Hakuria Gaming is eigenlijk zoiets... Als je dat tegen iemand zou zeggen, de kans is groot dat hij dat gewoon gaat vergeten. En sorry dat ik even naar mijn balkje aan het kijken ben, of toch een paar keer, want ik zie dat ik soms in het rood sta, dus ik ben aan het roepen. Dus sorry voor mensen met oortjes in. Dus ik ga mijn kanaal veranderen, want Hakuria Gaming, je vergeet dat gewoon direct. Dat is gewoon zo. Die Hakuria Gaming is wel goed. Ah ja, ik zal hem straks gaan opzoeken en dan komt hij thuis. Hoe noemde die gast nu weer? Ik weet niet dat mensen dat zeggen, hè, maar ik denk dat zo... Ja, Hakuria Gaming is niet zo iets wat je altijd hoort. Sowieso een YouTube naam niet, maar ik bedoel... jullie snappen mij wel, maar ik ben daar nog volop mee bezig. Ik wil een origineel naam, dus als jullie mij willen helpen, dat is altijd welkom. Dus jullie mogen dat wel in de reacties achterlaten. Maar dat is ook zoiets dat ik eigenlijk zelf moet beslissen. Dus ik ga ook wel zelf nadenken. Dus het is niet dat ik gewoon ga wachten en zeggen van, ja, doe maar iets. Maar ik ga dat gewoon, ik ga gewoon mee bedenken.
Die beer dat jullie achter mij zien is van mijn lief, dus je moet daar niet van denken van, wat de f***. Want ik krijg die gewoon niet in mijn kamer ergens, is verstopt, dus ja, die gaat altijd in de video zijn. Sorry als dat u moest storen. Als dat u moest storen, dan zou ik wel een plekje vinden, maar ik vind het wel stom om altijd als ik een video ga maken, die weg te zetten en dit en dat. En we zijn weer aan het afdwalen. En ook, mijn banner gaat dan veranderen, mijn logo gaat veranderen. Ik ga, ja, er gaat veel veranderen aan mijn kanaal. Ik ga ook alleen maar, ik ga ook zo meer games doen dan sport gaan. Zoals FIFA dan, motocross, Formule 1. Ja, misschien dat er nog andere spelletjes komen. Horror komt ook nog wel terug, maar niet altijd. En dan van die verhalen, spellen zal ik zeggen van Avengers en zo. Die komen er ook, allee, die komen ook. Maar ja, dit was het eigenlijk zo'n beetje. Het is een korte video, maar binnenkort komen terug gaming video's. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef een like, abonneer als je nieuw bent en vergeet ook niet dat belletje te duwen. Dan weet je wanneer ik iets upload en dan zie ik u bij de volgende video. Ciao.